zus van Marganap, je bent huisvrouw, begrijp ik, hè? Ja, ik ben gewoon huisvrouw. Volledige dagtaak. Ja, dat zeggen ze er altijd bij. Ja. Maar je zei net toen je binnenkwam, want je bent gebeld van, nou, hey, leuk, ik kom ook. Van nou, wat er woensdags op Hilversum 3 gebeurt, dat vind ik dus niet zo sterk. Nee, dat vind ik eigenlijk niet zozeer. Tenminste, daar hou ik dus persoonlijk niet van. Die programma's en zo. Dus ik zet meestal een cassette of een plaat op. Maar is dat alleen de woensdag dan? Of is het heel... Nee, en de vrijdagmorgen. Dat zet ik ook absoluut af. Maar je praat nou alleen over Hilversum 3? Nou ja, want dat is eigenlijk het enige wat ik eigenlijk altijd aan heb. Buiten mijn cassette en mijn pick-up aan. Wat voor platen zet je dan op? Of wat voor cassette? Nou, dat is heel eenzijdig. Dat is alleen maar Elvis Presley. Elvis Presley? Ja. Ja, dat is mijn favoriet. En daar heb ik dus veel cassettes van en veel platen van. Maar ja, je kunt je natuurlijk wel voorstellen dat Hilversum 3, want daar luister je dan alleen maar naar, dat het niet de hele dag Elvis Presley uit kan zenden. Nee, daarom kan ik hem ook makkelijk een keertje afzetten en gewoon zelf mijn eigen smaak doen, hè? Ja. Waar ik dus gewoon op dat moment zin in heb. Ja. Je hebt een zoon en je hebt drie kinderen en een zoon die is centamateur, vertelde je net. Ja, nou ja, een beetje centamateur, verwoed 27 mc'er. Ja. 24 uur per dag paraat bijna. Slaap weinig, lul veel. Ja? Ja. Heb je hier eigenlijk centamateurs waar je wel eens naar luistert? Ja, zeker. Vrijdagsmorgens luister ik naar Radio City en zondags luister ik altijd naar Radio Cariba. En dat vind ik wel erg goed. Vooral zondags, want dan draaien ze veel Nederlandse plaatjes en dat vind ik ook altijd wel erg leuk. Zijn we weer op de oude discussie, hè, die al heel lang... Ja, daarom. Maar ja, goed, ik zeg ook ieder zijn eigen smaak natuurlijk. Ja. Hè, maar dat vind ik gewoon erg leuk. Ja. Dan kan je opbellen en dan kun je een verzoekje indienen. Ja. En het wordt bij wijze van spreken een uurtje, daarna wordt het gedraaid. Ja. En dat vind ik toch wel leuk. En de woensdag en de vrijdag, dat vind je dus het absolute dieptepunt? Ja, dan heb ik hem ook echt niet aan, mijn radio. Nee, dat doe ik echt niet. Wat is nou de grens? Wat je zegt van, nou, dit vind ik een dieptepunt. Wat is dan zo slecht? Ja, wat is nou zo slecht? Nou, ik word niet goed van die noonshow, hè? Op woensdag, dat vind ik echt heel erg. Dat irriteert me vreselijk en dan zet ik hem ook echt uit. Dat vind ik echt erg. Een noonshow, dat is ook van de KRO, Hans. Ja. Theo Stokking hoor ik hier al van, hè? Ja, die alleen maar zitten kletsen over de bioscoop. Wat voor films te draaien, daar word je niet goed van, laat die muziek draaien. En 's morgens? Nou, we gelijk de dag even doornemen. Nou, 's morgens moet ik eerlijk zeggen, heb ik eerst Veronica aan. Tot 10:30. En dan, dan zet ik hem wel over. En dat vind ik wel vrij aardig. Heb je wat gauw ouwe en wat andere plaatjes er tussendoor. Ja, dat vind ik wel gezellig. Wat doe je er tussendoor? Zit je op de stoel naar de radio te luisteren? Nee, of? Nee, gewoon mijn werk. Je bent ook huisvrouw. Ik praat inmiddels met Marga, de vrouw van Willem dus, Hans. Ja. En andere luisteraars. Want... Die zijn er misschien ook nog. Al is dat niet zeker. Wat zegt u? Als ze allemaal zo zijn als Ans van Straten, dan blijft het zeer beperkt. Ja, nou, Ans vindt de Noonshow erg irritant. En ik kan ook wel vragen wat er dan irritant van is, maar ik weet niet of het dan te ver gaat. Gaat het dan te ver? Dat ligt aan het antwoord. Nou, probeer ik het gewoon. Wat is er dan irritant aan de Noonshow? Nou, dat stemmetje steeds. Van ja en nee. Oh, dat vind ik zo erg. Dat vind ik echt heel naar. En daar zet ik hem ook uit. Ik zet hem ook niet meer aan, soms is klaar. Maar voorgenomen soms geen radio meer aan te doen. Doen je buren dat ook? Weet je dat? Nou, dat weet ik niet. Ik heb geen zo'n contact met mijn buren dat ik zeg van... God, hebben jullie soms als de radio aan? Dus dat weet ik gewoon niet. Je woont hier in de buurt, hè? Ja, een paar straten verder. Ja. Nou, Tom? Weinig contact met de buren, hoor ik. Misschien stroomt het misschien niet voor straks. Ja. Komen er niet best af. Wie niet? Wij. Nee. Oh nee, ze hebben rouwfase nog niet gehad. Dat komt misschien direct nog. Ja, dat is goed. Laten we het ook nog even over. Maar als ze nu naar de radio lopen en hem aanzetten, dan komt er toch muziek die naar mijn idee best wel lekker is. Ik vraag het eens even wat ze van deze plaat vinden. Van de Moody Blues en de Gemini Dream. Long time.
toch wel muziek waar je warm van wordt. Tom Brom, voor de laatste keer gaan we weer terug naar de huiskamer van de familie Nap. Ik ben heel benieuwd wat de familie Nap van deze muziek van de Moody Blues vond. Ik ga even het rijtje af. Platen van de Moody Blues, Marga? Ja, vroeger vond ik ze goed. Vroeger vond je ze goed. Ja. Ans? Nou, zeg me weinig. Willem? Zeer goed, vroeger. Nou, zo zijn hier ongeveer de stemmingen betreffende de Moody Blues. Ja, maar nu de buren. De buren, ja. Het is een, je moet je voorstellen, een wat oudere woonwijk. Wanneer zijn deze huizen hier gebouwd? Weet je dat? Voor de oorlog. Voor de oorlog. En hoe lang wonen jullie hier? 4 jaar. 4 jaar. Ook 4 jaar naast dezelfde buren? Ja, inderdaad. Ja, ze luisteren misschien mee. Kun je er goed mee opschieten? Jawel hoor, gewoon gedag. Een goede morgen, een goede avond. En verder is iets wel gedaan. Verder niks met de buren om. Nee? Nee. Dat zijn er weinig hier in de straat, denk ik, die met elkaar omgaan. Het is alleen maar goede morgen en goede avond. Ja. Wat zeg jij, Marga? Ik zeg, dat is toch goed zo? Ja, ik weet niet. Je hebt natuurlijk wat nadelen als je wat meer contact hebt met je buren. Omdat het gewoon wat tijd kost. Maar je hebt ook voordelen, omdat je goed... het spreekwoord gaat beter een goede buur dan een verre vriend. Dat is even goed wel. Ja. Als we elkaar verlegen zitten, kunnen we elkaar altijd helpen. Ja. En dan staan we ook altijd wel voor elkaar klaar. Wat zeg je? Dan staan we ook altijd wel voor elkaar klaar. Ja. Maar verder is het gewoon. Waarom? Het hoeft toch niet altijd overdreven te wezen met je buren? Nou, je hoort wel eens dat mensen die gewoon goede buren zijn, dat het met elkaar regelmatig thuis zitten, daar zie je dus niks in. Nee hoor, wij niet hoor. Nee. Zijn wij... geen mensen voor, denk ik. Nee? Nee. Dat zien wij niet zitten. Wat voor soort mensen zouden dat wel doen dan, denk je? Nou, geloof dat wij dat nooit doen met buren. Nee. Wat voor soort werk doe je, Willem? Nou, maar makkelijk te noemen, bulldozermachinist. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, grondverzet, hè. Het grove werk, zeggen ze altijd, hè. Het grove werk? Ja. Gewoon wat zand op schijf gaan. Wat zand opzij schuiven voor huizen te bouwen. Ja, inderdaad. Zoiets. Nieuwe wegen aanleggen. Al die meerdere dingen. Heb je nog iets te maken gehad met die nieuwe weg bij Vianen? Nee hoor. Nee. Dat ben ik niet geweest. Dat ben jij niet geweest? Nee hoor. Nee. Ga je dan met vakantie ook of niet? Ja, misschien een paar dagen strekken. Waar? Nog hier in Nederland of België. Duitsland misschien. Dat weten we nog niet. Zegt Tom. Dat mogen we nog even van tevoren even bekijken. Ja, Hans. Ja, Willem die praat er gewoon doorheen, want die kan mij niet horen, hè? Nee, die kan jou niet horen. Nee. Je hebt een fles wijn meegenomen. Ja. En nog meer cadeautjes? Dat is gesneuveld. Ik had nog wat crackers bij me. Oh god, je bent je gevallen met je fiets. Nou, ik ben niet gevallen met mijn fiets, maar mijn snowbinder zat iets te strak. Ik zou even de fles wijn pakken, Hans. Wacht je even. Ja. Dat is waar ook, dat was ik haast vergeten. Ik heb een fles wijn. Lusje wijn? Ja, af en toe. Maar... Oh, je klinkt niet erg enthousiast. Nou, heerlijk. Willem, drink jij wijn? Bij het eten. Bij het eten, oh, dat heb ik ook iets meer. Of anders. Nou, in elk geval een fles wijn. Dat lijkt me toch wel, dat lijkt me, ja, hij staat voor te gebruiken. Dit was, ik denk dat ik op moet houden, Hans. Ik wil wat muziek. Dit was dan Tom Brom, Bicycle Roadshow, deel 1. Hoeveel delen er nog komen, dat weet ik niet. Het zou ook best kunnen bij deel 1 kunnen blijven. Wow. Het fietsen beviel me wel, eigenlijk. Ja? Dit vind ik allemaal weer wat enger, zo. Maar, goh, hoe juist. Wat vind je dat enger? Enger? Enger. Ja, het is, ik zie je morgen nog wel even, denk ik. Denk ik ook. Zeg, veel plezier nog met de fles wijn. Dankjewel. En de honden. En de katten, als ze terugkomen. Ja, waar zijn de katten nu? Die zijn buiten. Oh, die zijn gewoon buiten. Die komen vanzelf. Oké. De Bicycle Roadshow van Tom Brom. Dit is Gino Washington. Let's rock! Let's rock!
Gino Washington. En Let's Rock. Tom Brom alleen op de fiets. Jan Ruijs vrolijk op vakantie. En die zou wekelijks een klein berichtje sturen. Heeft hij deze week ook weer gedaan, denk ik. Wat zou erin staan? Vanmorgen, 9 uur, werd ik met een grote schok wakker. Het was woensdag en vandaag moest de postbode uitsluitsel geven. Vandaag moest er een bandje uit Frankrijk komen van Jan Ruijs. Maar behalve de ochtendkrant, niets. De KRO opgebeld, misschien was het daar aangekomen. Ook niets. Allerlei gedachten spookten vanaf dat moment door mijn hoofd. En ik kwam steeds op hetzelfde uit. Waarom is er geen bandje van Jan gearriveerd? Alle mogelijkheden heb ik vandaag overwogen. Zoals, hij is het gewoon vergeten. Maar, ja, die kans was uiterst klein. Hij heeft het te laat op de bus gedaan. Maar dat hadden we uitgeprobeerd. En het duurde ongeveer 4 dagen. Dat wist Jan. En die kans was dus ook uiterst klein. Een laatste mogelijkheid bleef over. Jan heeft geen bandje kunnen opsturen deze week. Waarom niet, vroeg ik me toen af. Waarom heeft Jan geen bandje kunnen opsturen? Zou zijn bandrecorder stuk zijn? Bijna uitgekomen.